Hey dreuzels, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Deze video is echt heel leuk. De Mod Squad heeft namelijk iets gedaan voor mij en dat gaan jullie zien in deze video. Laten we beginnen. Hoi allemaal, mijn naam is Nick, beter bekend op Twitch als Snick010. Deze video is voor Mattia haar verjaardag. Ze is 30 maart, is ze jarig. En met de Mod Squad hadden we het leuke idee om wat cadeautjes voor haar te kopen. Ze weet nog van niks, of ja, ze weet dat ze wat gaat krijgen, want ja, ik moet het natuurlijk wel gaan brengen. Dus ik moest wel iets zeggen, maar ze weet niet wat ze gaat krijgen of hoeveel ze gaat krijgen. Ik zal jullie dadelijk laten zien wat voor cadeaus we allemaal hebben. Dat wil ik echt een huge shout-out naar de community. Want echt zonder jullie was dit nooit tot stand gekomen. Ik heb net eventjes wat cadeaupapier opgehaald. Het is namelijk op dit moment 13 maart. Ze is over 2,5 week jarig. Maar ik ga het over 1,5 week op 24 maart ga ik het al brengen. Samen met Ryan. Dus dat wordt wel even een stukje rijden vanuit Rotterdam. Maakt helemaal niet uit. Heb ik allemaal voor daarover. Maar ja... Laten we er wat leuks van maken in deze video. Inmiddels ben ik thuis. Ik ben eventjes in de kamer van mijn vader gaan zitten. Puur omdat dat de enige plek is waar ik op dit moment eventjes in alle rust een cadeautje kan laten zien. Oké, ho, stop. Snick, hier ga ik je heel eventjes onderbreken, want het is wel leuk dat jullie ook de cadeaus pas zien als ik ze uitpak. Dus dit stukje ga ik een klein stukje vooruit spoelen. En dan gaan we verder waar Snick gebleven is. Dat waren een beetje alle cadeautjes. Ik ga ze een andere keer inpakken. Dat ga ik samen met mijn moeder doen. Want ik ben geen ster in inpakken, sorry. Dus ik heb mijn moeder daarvoor nodig. Even een nieuw shirtje. Het is ook een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag, 24 maart. Het is op dit moment, even kijken, 10 uur bijna. Ik heb net nog iets laten inpakken. Want vandaag is de dag dat ik en Ryan het naar Mattia toe gaan brengen. Ik ga nu nog naar de stad, naar Rotterdam toe, eventjes wat ophalen. Want we hebben natuurlijk ook een aparte video gemaakt met een aantal mensen die wat wilden zeggen. En die heeft een vriendin van mij geëdit. Dus ik moet even de USB ophalen in de stad. En daarna is het tijd om even een uurtje te gaan rijden. En dan ga ik Ryan ophalen. Dat zien jullie denk ik wel in het volgende shot. Het is trouwens echt enorm mooi weer. Ik kan gewoon met mijn ramen openrijden. Dat is echt bizar. Je merkt echt dat het lente is. Ik ben in zo'n goede mood. En ik denk dat vandaag al een superleuke dag gaat worden. Echt fantastisch. Dus let's go. Ik ben hier nu met Ryan. Hij is even een stukje aan het rijden. Dan zodat ik een stukje vlog op kon nemen. We gaan nu onderweg naar Mattia. Dan gaan we eerst nog naar de winkel. Want we moeten nog iets voor Nicky halen. Want ja... Ryan heeft zo nodig iets aan Nicky beloofd. En voor de rest gaan we kijken wat op de planning staat. We zijn in ieder geval onderweg. We moeten nog denk ik een half uurtje rijden. En ja, het wordt wat met Ryan achter het stuur. Oké, dus ik heb een fout gemaakt in de route. Ryan. Maat, ik rij ineens een fucking boot op. Hij pakte de 2,10 euro. Ik heb alleen... oh, dat is een pond. Daar heb je niet veel aan. Ik neem de snelste route. En wat gebeurt uiteindelijk? Fijne dag nog. Stuurt hij ons via de pont. Dus waar zitten we nu? Op de pont. Nee, hier heb je een pont. Maat. Rijn. Een pont in mijn portemonnee. Rijn is mij zo zat op dit moment. Ik heb de sleutels liggen nog in de auto, dat is het punt. Oké, okay. Nou ik ga achter jou aan, Nick. Wacht, kijk nou even tot de sleutel. Je mag de deur. Doe de deur wel dicht, anders is Nicky niet buiten. Nee, shit, dat zijn mijn sleutels. Nee, Nicky, ik voelde hem al. Je mag de deur zelf open. Oh god. Wie hebben jullie gekidnapt en in de achterbak liggen? Nicky. Is het in de achterbak? Nee, gewoon hier zo. Je weet dat je iets gaat krijgen, maar je weet niet wat, dus kijk maar. Oh my god. Ja. Oh. Alsjeblieft. Maar hoe kom je daar aan dan? Namens de Mod Squad. Oh mijn god, er zijn allemaal cadeautjes. En
die is speciaal vandaag, heb ik bij de Bloemins ingepakt, de snoeppot. Want die doet er zo'n mooi lintje omheen. Oh, wat leuk, jezus. De snoeppot mag je sowieso vandaag gebruiken, omdat anders de snoep te snel oud wordt. Ah ja, ja, dat is echt een probleem, zo oud snoep. Ja. Dat ken ik ook niet, dat bestaat niet hier. Nee. Oh, wat leuk. En bier. Oh, dat had ik laatst gezegd, dat ik dit lekker bier vond. Ja, dat... ja, oké, okay, dat is dus... dat mag jij uitleggen. Vorige keer ook er was, zei Nicky toch, waarom neem je altijd alleen maar dingen voor Mattia mee? Dus maar ik heb nu een, ook wat voor Nicky erbij. Oh, okay. Ik heb trouwens wel één foutje gemaakt. Er zit een greetingcard bij. Alleen staat mijn adres op. Oh, nou ja, dat dus weet ik dat wel. Maakt niet uit. Dan heb je een aandenker aan mij. Ja. Oh my god, dit is echt keiveel, joh. Ja. Oh, ik heb gewoon traanogen ervan. Oh, ik dacht dat het zonnetje was. Die heb ik ook. Oh mijn god, oké. Okay. Moet dit allemaal naar binnen? Ja, ik denk dat we je gaan helpen. En we zaten net te twijfelen, want we hebben een aparte Discord gemaakt daarvoor. Ja. Of jij het nou nu wilde openmaken of op stream? Want als je het nu openmaakt, dan kun je het vloggen en dan kun je het natuurlijk op YouTube zetten. Nee, dat moet op stream, hè? Dat is leuker. Ja. Daar zaten wij dus ook al over te... Gewoon op mijn verjaardag, denk ik, toch? Ja, dat is het beste. Ja, oké. Okay. Oh, dan moet ik de hele week ernaar kijken. Ja. Dat is net als wat je toen met je kerst had. Ja, oh, verschrikkelijk. Laten we even de kerstboom opzetten. Ga ik rommelen aan al die dingen. Nou, één ding kan je wel horen en dan raad je het al. Lego. Dat hoor je altijd met Lego, weet je precies, hè? Ja. Oh, oké. Okay. Nou, laten we het gewoon naar binnen brengen. Ja, laten we naar binnen gaan. Yes. Dan nemen we wat te drinken ook meteen. Ja, oh mijn god. Het is echt veel, joh. En ik weet niet wat het is, maar hier word ik al vrolijk van. Ja, maar je mag hem ook houden. In principe zult hem niet terug. Ah, oké. Okay, maar het is in principe iets persoonlijks. Ja, ik kan het ook wel even eraf zetten halen en dan weer daarin teruggeven. Het is het leukste natuurlijk als je het in de stream kijkt. Kijk dit. Tadaa! Oké, en toen was het zover... 10 uur 's avonds op 29 maart mocht ik het alvast openmaken, want gingen we aftellen tot 12 uur dat ik daadwerkelijk jarig was. En er was een hele lieve video van heel veel lieve mensen gemaakt. Die, ja, daar had je gewoon bij moeten zijn, moet ik eerlijk zeggen. Maar jullie zijn natuurlijk heel benieuwd wat de cadeaus precies waren, dus laten we gauw gaan kijken. 29ste verjaardag. Samen met een aantal leden van de Matsquad hebben wij deze verrassing met de cadeautjes geregeld. Geniet van de dag en laat je lekker in de watten leggen door Nicky. En dan de namen ga ik ook gewoon allemaal voorlezen. Daphne, Rogue, ik ben het je opa, Ivy Rose, Lowenstender, Mink Gaming, Snik, PetNL, R. Klokkerino, Thomas, Bonte. Dat staat er, Bonte. Zo heet je toch niet helemaal. Iets luxer is die naam. Nee, maar niet uit. Jessica, Always Darkness. Die heb ik nog niet gezien vandaag. Always Darkness. That Dutchy Girl, Belle, Sabine. Is Sabine, staat er. Grappig. Hond met drie poten. I, Little Monster, Little Crosser, Kingschutter, Keukenkoelkast, Neat Rose, Ricardo. Ik wou Rissietje zeggen, maar ik zeg altijd Ricardo. Siep Siep, Riff Kaza, Skylight NL, Siem VDM, iMusicology. Ik zeg het een keer goed, deze. Dat vind ik echt zo lief. Ik heb mijn ketting helemaal niet om. Ik heb normaal, ik heb dus een ketting van Nicky en een armband van Life of Yvonne gekregen met Valentijn. En deze is daarvan. Dus ik ga hem maar gewoon openmaken, want ik ben heel benieuwd wat het is. Oh mijn god. Oh, dit is vet mooi. Oh mijn god, het zijn oorbellen. Yes, ik moet oorbellen, kijk. Mijn voorste gaatje is leeg. Oh, die ga ik meteen indoen. Super leuk. Ik vind ze ook echt heel mooi. Met steentjes en een sterretje. Wachtelijk iedereen. Oké. Het boek. Wat geen boek is, want veel te licht voor een boek. Ik open het. Ja, sorry. Ik ben veel te lang aan het introduceren. Open het nou maar. Oh, je moeder heeft wel goed ingepakt, zeg. Ik ga het ook gewoon overscheuren. Oh, Rituals. Lekker. Oh mijn god, is dit mijn favoriete? Ja, dit is mijn favoriete geur. Hoe wisten jullie dat? Hoe weten jullie dat? Dat vind ik echt knap. Heb je dat geraden? Dat dit mijn favoriete geur is? Dat vind ik echt knap. Oh, dat ruikt toch lekker, hè? Oh my god. Kijk dan.
Oh, en mijn bodycream. Hoe zeg je, bodylotion was op, dus dit komt heel goed uit. Oh, is dit zeep? Die is ook net op. Yes! Oh, dus dit komt echt zo goed uit. Dit klinkt als een puzzel! Oké, die ga ik openmaken. Ja, het duurt veel te lang. Ik ben te traag, hè? Oh, god. Dit is ook... Oh, mijn god! Oh, mijn god! Dit is mijn guinea puzzel! Kan dit? Oh, my god! Het is een puzzel van mijn guinea! Dit cadeau. Zei Snik dat het bij de snoeppot hoorde, maar het kon er niet in. Dat vind ik een beetje gek. Dus ik ben heel benieuwd wat dit is. Dit is geen boek. Oh, wat is dit? Een kaart van iets. Oh, het is een bol.com kaart. Oh, dan kan ik zelf iets kopen. Wat handig. Kun je snoep kopen op bol.com dan of zo? Of hoezo hoort dit bij de snoeppot? Dat snap ik niet. Ja, het komt... Nou ja, iedereen die ook mee heeft gedaan. Hiep, hiep. Kijk hoe leuk. Iedereen die mee heeft bedacht ook. Echt vet leuk. Is dit Lush? Oh my god, het ruikt in ieder geval heel lekker. Ja, dit is Lush. Oh my god, deze is zo... Zo verret, we wisten het niet meer. Je hadden zoveel geld om uit te geven. Je wist gewoon niet wat je ermee moest kopen. Oh my god, ja, het is Lush. Het is Lush. Oh my god, yes. Dit ruikt echt zo sterk. Oh, dit is altijd goed. Oh. Waarom zit het plakband op? Oh mijn god, dit ruikt zo sterk. Oh mijn god, wat zit er allemaal in? Oh my god. Hoe vaak heb ik al oh mijn god gezegd? Oh, deze is mooi. Oh, die is sterk. Oh, deze is echt zo mooi. Oh, ik ga vanavond meteen in bad na deze stream. Oh mijn god. Als ik het er nou allemaal uithaal, dan krijg ik het er natuurlijk niet meer in. Deze roze. Oh my god, ik ruik het zo lekker. Oh, ik ken deze. Dit is de seksbom. Jongens, jullie zijn zo lief. Oh mijn god, ik heb me nog nooit zo jarig gevoeld. Holy moly. Oké, okay, hier, dank je, hieronder zit... Maar er zit hier wel nog iets, want dat zie ik. Dit is... Oh mijn god. Een peach. Bom. Een peach bom. Nicky, ik had het gelijk. Moet je zien. Een puzzel van een Nagini. Ja, dat is een puzzel. Yes. Met Nagini. Hoe leuk. Ja, morgen ga je die puzzel doen. Dubbel en die haarbal net hetzelfde. Al die haarbal. Ja, dat zei ik ook al. Een hele moeilijke puzzel, denk ik. Nee. En Lush, dat hadden we goed geroken. Ah ja, ja. Zijn er breekbare spullen bij trouwens? Want ik zit echt wel heftig te schudden. Ja, ik heb net één doos geschud en nu hoorde ik Lego. Wat is dit? Oh, het is een puzzelmat. Ah, dat is keihandig. Nice, dit is heel handig. Dit is ook echt een grote. Wat is dit? Dit voelt breekbaar. Geen idee. Het ruikt nergens naar. Niks bijzonders, dus deze ga ik gewoon openmaken. Ik heb geen idee wat dit is. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Het is iets van Harry Potter. Maar wat? Ik weet het niet. Oh my god. Oh my god. Zijn het drinkglazen? Stemless glazen. Oh my god. Ja. Oh my god. Die zijn te vet. Breekbaar. Ja, dit is al kapot dan. Dit is wel van de Mascot weer, toch? Of is het ook van die... Oh god, ja. Het is Harry Potter Lego. Ik zie het happy. Oh mijn god. Oh mijn
Welke is dit? Oh god! Ik kan dit zelf nog uitpakken! Ah! Oh mijn god. Oh mijn god, dit is Primitive Drive! Oh ja! Deze is echt zo leuk, deze set. Het is Primitive Drive met die auto die ik wil. Zo leuk. Oh, dit is zo leuk. Dankjewel. Rubbel in mijn ogen hoor. Ik ben echt niet aan het huilen. Sorry. Dat vind ik echt heel lief. Oh, echt niet verwacht. Ja, ik had wel verwacht Lego, want dat hoorde ik. Maar ik had niet verwacht deze set, joh. Holy fuck. Dank jullie wel. Wat een Harry Potter cadeau is. Super leuk. Ah, wat zie ik hier, jongens. Helemaal niet goed voor die nepwimpers, hè, tranen. Oké. Dit voelt echt als een boek, want deze is heel zwaar. Wat voor boek zouden jullie voor mij kopen? Ik denk dat het iets met Harry Potter te maken heeft dan. Ik zou het anders niet weten. Oh, het is geen boek. Oh. Dit is cool. Dit vind ik wel cool. De Hogwarts Library? Wat is het? De Hogwarts Library contains Fantastic Beasts and Where to Find Them, Quidditch, Through the Ages and the Tales of Beedle and Bo- Zijn dit boeken? Zijn dit echt boeken? Oh mijn god, ik wist niet eens dat deze bestonden. En nu ik weet dat ze bestaan, wil ik ze hebben. Oh mijn god, The Tales of Beedle and Bird. Of Beedle the Bard. Oh mijn god. Ik wist helemaal niet dat dit bestond. Oh my god, The Tale of the Three Brothers. There were once three brothers who were traveling along a lonely, windy road. Zijn jullie ready voor het laatste keer? Dit voelde dus breekbaar. En ik dacht wel dat deze van die Rose was. Dit voelt een beetje hetzelfde als die glazen. Maar dat denk ik niet. Oh mijn god. Wel. Het is hetzelfde. Kijk. Hopelijk dat jullie me zoveel Harry Potter spullen gegeven hebben. Dat vind ik zo cool, want dat durf ik nooit te vragen voor mijn verjaardag. Want dan voel ik me een nerd. En jullie hebben het gewoon gegeven. Dat vind ik zo lief. Wat is dit dan? Nog precies hetzelfde. Niet schudden, Mathia. Maar niet trouwens heeft dus hetzelfde cadeau gegeven als de Bad Squad. Of hoe... Daar hou ik af van deze glazen. Dat is vet chill. Want ja, nou hoef ik nooit meer iemand in mijn huis uit een niet Harry Potter glas te drinken. Ik ben zo blij hiermee. Ik vind het zo leuk dat jullie me allemaal Harry Potter spullen hebben gegeven. En ook de andere, echt alleen maar leuke dingen. Ik gok dat hij zijn toetsenbord daarmee aan het schoonblazen is. Yes, ik ga ook over. Ik moet af wat je aan het doen was. Oh ja, dat zei je. Prachtig dansje met die, hè? Prachtig. Ja. 1, 2, ja, dat is mijn birthday! Oké, wie zet hem in? Ik hoor niks. Wat een feest. Ik wist niet dat ik zoveel door elkaar kon horen. Wat een bende. Ja, maar echt. Volgens mij ben ik jarig. Ik weet het niet zeker. Dank jullie wel allemaal voor deze prachtige cadeaus en ook voor dit prachtige jaar dat we samen hebben doorgemaakt. Voor heel veel mensen echt een shitjaar.
Maar dankzij de matquad was het voor mij echt een super jaar. En ik hoop dus voor jullie ook. Laten we dit jaar nog veel mooier maken. Met hopelijk weer een meeting hier en daar. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik heb het idee dat dankjewel niet genoeg is voor de support die jullie mij hebben gegeven. Ik heb me nog nooit zo jarig gevoeld. Dank jullie wel daarvoor. Tot de volgende video.